En een hele goede middag. Mijn naam is Ruby van Just for the Record. En wat welkom dat jullie weer terug zijn hier. Ik ben een tijdje ziek geweest. Daarvoor heb ik ook niet kunnen vloggen. Maar vanaf vandaag zijn we er weer. Nou, een tijd geleden. We gaan even lunchen. Aan het lunchen. Dat heb ik al heel lang niet gedaan. Dus zeker niet Japanese food. Dan gaan we dadelijk weer verder werken. En dus... en wat doen we dan? Na een... na zo'n lange tijd. Ik ben zo happy. Wat? Hey. Hoe was de vakantie? Super. Naar een super mooi land geweest. Maar ik denk... dat ik haar toch op hele goede plekken ga brengen. Maar voor nu ga ik eerst mijn koffie drinken. Ik ben geen beauty vlogger, maar Just for the Record is weer back. En kijk. Ja, ik heb een hele maand niks gevlogd. En nou ga ik deze week weer verder. Oké, let's go then. Laat even zien. Oeh. Ja, kijk, Just for the Record bestaat dadelijk alleen maar uit muziek, maar natuurlijk ook fashion hoort er ook bij. Want onze televisiezender is over een paar weken klaar en dan gaat alles veranderen. Waar ga ik jullie vandaag mee naartoe nemen? We gaan vandaag naar Amsterdam, want daar heb je de Horecava. Dat wordt eens per jaar gehouden. En laat ik nou uitgenodigd zijn door de importeurs van D-Rock Champagne. Dus allernieuwste champagne. We gaan het proeven. Ik ga het sowieso schenken op mijn feesten van Nop en Hakken. En ik ga jullie helemaal door de Horecava meenemen. En dan hebben jullie ook een idee wat het is. Tot later. En we zijn weer onderweg. Yes. Ik heb Jeff opgepikt. Naar de beurs. We gaan naar de beurs. Naar Horecava. We gaan even kijken wat dat allemaal brengt of niet. We gaan het zien. We gaan het zien en dan... Champagne. Champagne en de rest. We houden jullie op de hoogte. Nou, het eerste drama is al begonnen. Ja. Je moet alles invullen en wij zijn natuurlijk hier op uitnodiging. Je KVK, bla 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 bla. Ze willen alles van weten, er is geen plek op. Dus wat zijn Jeff en ik nu aan het doen? Nou, we lopen nu maar naar de ingang. We zoeken ons helemaal, ik weet niet waar we naartoe moeten. Het is ook zo mega groot hier. De rij is echt onwijs groot. Nou, we gaan even kijken. Maar we gaan sowieso even in de regen. Ook heerlijk weer. Nou, Jeff is ons aan het registreren. Want dat moet allemaal, anders kom je niet binnen. We zijn in de ruimte. Ik ga dadelijk even verder kijken wat hier allemaal gebeurt. En natuurlijk, hoe kan het ook anders? Doen we feesten, daar hoorden dranken bij. Meer kan ik niet zeggen. We are in. Het is een beurs. Zo huge. Echt onwijs groot. Ik ga dadelijk wel heel veel van het zien. Maar we gaan het nu meemaken. We gaan verschillende dingen even laten zien. Maar het is te groot om echt alles te laten zien. Maar I can tell you, it's huge. Deze champagne.
Dat zelfs zeg maar, dit mooi is. Wil jij dit nou niet in jouw huis hebben staan? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Deze eigenaar werd helemaal, helemaal, helemaal in Dubai. Helemaal, dus, nou, leuk hè, dat hij dit. Over een half uur gaan ze dicht. Nou, hebben we veel gezien? Wij hebben te veel gezien. We hebben hele leuke dingen gedaan. Maar ik moet jullie zeggen, het is mega, mega groot hier. Dat is te veel om echt alles te bekijken. En weer een goedemiddag. Het is vrijdag. Gisteren ben ik bij Horecava geweest. Oh, ik was het even vergeten. Mijn naam is Ruby. En, maar ja, dat weten jullie denk ik al. Want dat wordt toch al in het begin van het filmpje gezet. Tom is bezig. Dag Tom. Hoi. Ik ben er ook weer. Ja, Tom is er ook weer. En wat ben je allemaal aan het doen? We zijn op dit moment bezig met de website op te hakken. Die gaat binnenkort online komen. Blijf kijken, zorg dat je alle vlogs gaat kijken en binnenkort ga je de webshop van op adviseren. Werken we in een hele relaxed omgeving en het is een verschrikkelijk mooi hotel, een leuk hotel om in te werken. Wilde Park Hotel in Rotterdam. Een hele goede aanrader voor iedereen die ooit eens in Rotterdam wil verblijven. Ik zou zeggen gewoon doen. En nog een verrassing, onze televisiezender van Just for the Record. Dat is over rond volgende maand is het klaar, dus jullie moeten blijven kijken. En vergeet ons ook niet te liken, want wij hebben een klein foutje op Facebook gemaakt. We hadden al duizenden likes en wij hebben een foutje gemaakt, dus we moeten weer opnieuw beginnen. Dus help ons en like onze pagina.